De aankondiging. Ja, hoe word je aangekondigd? Um, dan kan je van twee kanten bekijken. Van het oogpunt van de spreker of vanuit het publiek. Um, de meeste sprekers zouden zeggen van, uh, ah, vertel maar niet te veel. Uh, vertel maar niet te veel over mij, gewoon mijn naam Hup, uh, en, dan, en dan doe ik mijn ding wel. Um, zonder op te scheppen over een achtergrond of waarom je hier bent of je ervaring. Uh, zelf hoor ik ook een beetje bij die groep van ah, noem me na maar en dan doe ik wel de rest. Maar um, laten we toch eens vanuit het publiek gaan bekijken. Um, je gaat kijken naar een presentatie bij wijze van spreken en je kent degene niet die op het podium komt. Dan is het zeker zo dat de geloofwaardigheid van een spreker bepaald wordt door zijn of haar achtergrond. De reden, waarom je daar, waarom, de reden waarom je daar staat. De reden waarom je bent uit, uitgenodigd. En als je dan opkomt en ze horen alleen je naam. Nou, dan moet je een heel goed verhaal hebben. om je publiek te overtuigen. dat jouw standpunten kloppen. Dat, dat jij de juiste bent. om dat verhaalbaar te brengen. Maar als ik nou een aankondiging heb gehoord. dat je dit werk al 18 jaar doet. En, en, en dat je sinds die tijd meer dan 600 bedrijven hebt geholpen of zoveel mensen uh, de juiste keuzes hebt laten maken, et cetera, omzetten hebt laten verdubbelen. Hè, dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt, oeh, vertel het maar niet. Maar als ik dat wel hoor als publiek, ja, natuurlijk leg je de lat dan wel hoog. Maar iedereen zal wel op het puntje van zijn stoel gaan zitten om naar je te luisteren. En hoe fijn is dat? Dat je een speech begint en iedereen denkt. Ja, ik wil het weten. Dus. Um, het siertje dat je gewoon mooi wordt aangekondigd. Dat je, dat, je, dat je eigenlijk gewoon niet overdrijft, maar dat je gewoon wel vertelt waarom je er bent. Um, en denk goed na of het publiek uh, iets meer over je mag weten, waardoor ze verzekerd zijn dat er iemand komt waar ze naar kunnen gaan luisteren. Dus, mocht je twijfelen, um, dan heb ik wel een tip. Hou controle en stuur zelf altijd je introductieverhaal naar de organisatie of naar degene die je gaat aankondigen, de host of wat dan ook. Vaak komt de vraag naar je toe, of eh, als je echt op een event moet presenteren, van ah, hoe wil je worden aangekondigd? Nou, geloof me, de meeste sprekers zeggen: ah, kijk maar, weet je wel, ik, ik ben nu bezig met mijn ding, doe jij jouw ding maar als host-aankondiger, dat komt wel goed. Nou, ik zou zeggen: doe dat nooit. Hou altijd controle. Uh, want het kan zijn dat die host iets op Google gaat zoeken. En dat hij net iets gevonden heeft waar je eigenlijk helemaal niet meer aan herinnerd wil worden. Een periode of een bedrijf of iemand waar je mee gewerkt hebt, waar je nu ruzie mee hebt of wat dan ook. Of hij noemt, noemt iets van het verleden. Uh, en dat je denkt: ah nee, maar dat, dat, ik, ik ben een compleet ander pad ingeslagen. Nou, geloof me, dat gaat gebeuren als je tegen iemand zegt: zoek het maar uit, doe jij de aankondiging maar. En dat voorkom je. Um, door gewoon uh, met een goed verhaal te komen wat je over jezelf schrijft. Uh, en daar staat gewoon alles in wat mensen moeten weten. Uh, dus zou, ik zou zeggen, schrijf altijd zelf je introductietekst. En dan mag je je best een beetje opscheppen. Dat hoort misschien niet helemaal bij de Nederlandse cultuur. Maar het is best goed om mensen te overtuigen van, van de ervaring die je hebt. En dat je daarom daar staat en dat ze naar je moeten luisteren. Succes.